Welkom bij de wekelijkse podcast Praat maar raak met Lily en Helbien, twee docenten Nederlands voor anderstaligen. Deze podcast is voor iedereen die de Nederlandse taal en cultuur beter wil leren kennen. Hoe luister ik het beste naar deze podcast? Gewoon lekker ontspannen. Denk even niet aan de grammatica of aan de moeilijke woorden die je niet begrijpt. Dus pak een kopje koffie en een lekker koekje en ga relaxed luisteren. Welkom allemaal bij de tweede podcast. Hopelijk vonden jullie de eerste podcast leuk, fantastisch, gezellig. We horen nog steeds graag jullie ideeën via onze social media pagina's Praat maar raak de podcast. Alle feedback is hartstikke welkom. Dus praten we te langzaam, te snel? Of zijn we veel te grappig? Laat het ons dan ook weten. Dus, luisteraars, welke hobby heeft Lily? Vorige keer hoorden jullie een hint over haar hobby. Heb je het al kunnen raden? Nee, nog niet. Kan ik je wat vragen stellen, zodat ik het kan raden? Graag, dat is een goed idee. Vraag maar raak. Is het een sport? Nee, het is geen sport. Maar je kunt het wel doen als iemand anders sport. Jeetje, nu maak je het mij niet makkelijker. Oké, de volgende vraag. Kun je het ook buiten doen? Zeker, je kunt het buiten doen, maar ook binnen. Is het misschien lekker eten? Goeie, dat is ook een grote hobby van mij inderdaad. Maar nee, dit kun je niet eten. Kun je nog een hint geven, alsjeblieft? Oké. We hebben een spreekwoord bij deze hobby. Jij maakt geen plaatje. Ah, dat betekent dat ik er niet geweldig uitzie. En bedankt. En nu weet ik het bovendien nog steeds niet. Wanneer doe jij deze hobby? Ik doe het eigenlijk overal. Maar vooral als ik op vakantie ben. Op speciale momenten, zoals een verjaardag. Of gewoon als ik met vrienden ben. Oh, volgens mij weet ik het. Heb jij wel eens een cursus voor gevolgd? Ja, meerdere cursussen heb ik gevolgd. De eerste ging over de techniek. Ja, dat was best interessant, maar ook wel een beetje saai. De tweede vond ik leuker. Die ging over het maken van portretten. En de laatste vond ik het leukst. Dat was een cursus speciaal voor de smartphone. Want ja, die gebruik ik nu heel erg veel voor mijn hobby. Weet je het nou al? Ja, bijna. De laatste vraag en dan weet ik het zeker. Kun je het ook uitprinten? Ja, precies. De allermooiste laat ik afdrukken. En dan hang ik ze op. Jouw hobby is fotograferen. Fotograferen, jij fotografeert. De fotograaf fotografeert. De fotografie. Dus jij maakt foto's, klopt dat? Ja, dat klopt. He, dat werd tijd, Helbien. Roep jij dan ook say cheese? Ja, of gewoon kaas. Ja, of money. Of lachen. Maak je ook wel eens een verjaardagskalender van je mooiste foto's en hang je die dan ook op de wc? Dan ben je een echte Nederlander. Ja, natuurlijk. Lekker Nederlands, hè? Maar vooral ook gezellig en handig. Ja, en echt typisch Nederlands. Ik vind het heel grappig. Kijk je naar de foto van oma als je op de wc zit? Welke foto heb jij bij de maand februari op jouw kalender? Even kijken.
Een strandwandeling in Bloemendaal met mijn vriend. Oh, romantisch, hè? Ja, nou, die Nederlandse mannen zijn niet zo romantisch, hoor. Oh, waarom niet dan? Dat vertel ik graag een andere keer. Dat is goed. En ik ben ook wel benieuwd naar wat onze luisteraars vinden van daten met Nederlanders. Nee. Het is sowieso nu natuurlijk lastig om te daten in de lockdown. We horen graag van jullie wat jullie datingverhalen zijn. Heb je grappige, leuke of juist vreselijke of romantische datingverhalen? Deel ze dan met ons via onze social media pagina's. Praat maar raak de podcast. Ja, leuk. Ik ben benieuwd. Doen, doen, doen. We zijn nu alweer aangekomen aan het einde van onze tweede podcast. Ah, ja, jammer hè. Nou, nogmaals, we ontvangen graag jullie input en ideeën. Tot de volgende keer. Doei, doei. Doei, doei. De moeilijke woorden kun je ook lezen op onze Facebook- en Instagram-pagina Praat maar raak de podcast. Nu ga je luisteren naar een aantal moeilijke Nederlandse woorden uit de tekst. En het is supergoed als je actief gaat staan en dat je de woorden hardop na gaat zeggen. Ja, dus ga staan en zeg de woorden hardop na. Vragen stellen, soru yöneltmek, zodat, böylece, spreekwoord, atasözü, bovendien, bunun yanında, noch steeds niet, henüz değil, eigenlijk overal, aslında her yerde, maar vooral, ama özellikle, ön kürsüs volgen, bir kurs takip etmek, sahi, sıkıcı, portretten, portreler, uitprinten, yazdırmak, laten afdrukken, bir fotoğrafı bastırmak, ophangen, asmak, dat werd tijd, sonunda buldun. Verjaardagskalender, doğum günü takvimi. Strandwandeling, sahil yürüyüşü. Nogmaals, tekrar. Ga je nogmaals luisteren naar dezelfde podcast. Welkom allemaal bij de tweede podcast. Hopelijk vonden jullie de eerste podcast leuk, fantastisch. Gezellig! We horen nog steeds graag jullie ideeën via onze social media pagina's Praat maar raak de podcast. Alle feedback is hartstikke welkom. Dus praten we te langzaam, te snel of zijn we veel te grappig? Laat het ons dan ook weten. Dus luisteraars, welke hobby heeft Lily? Vorige keer hoorden jullie een hint over haar hobby. Heb je het al kunnen raden? Nee, nog niet. Kan ik je wat vragen stellen, zodat ik het kan raden? Graag, dat is een goed idee. Vraag maar raak. Is het een sport? Nee, het is geen sport. Maar je kunt het wel doen als iemand anders sport. Jeetje, nu maak je het mij niet makkelijker. Oké, de volgende vraag. Kun je het ook buiten doen? Zeker, je kunt het buiten doen, maar ook binnen. Is het misschien lekker eten? Goeie, dat is ook een grote hobby van mij inderdaad. Maar nee, dit kun je niet eten. Kun je nog een hint geven, alsjeblieft? Oké. We hebben een spreekwoord bij deze hobby. Jij maakt geen plaatje. Ah, dat betekent dat ik er niet geweldig uitzie. En bedankt. En nu weet ik het bovendien nog steeds niet. Wanneer doe jij deze hobby? Ik doe het eigenlijk overal, maar vooral als ik op vakantie ben. Op speciale momenten, zoals een verjaardag. Of gewoon als ik met vrienden ben. Oh, volgens mij weet ik het.
Heb jij wel eens een cursus voor gevolgd? Ja, meerdere cursussen heb ik gevolgd. De eerste ging over de techniek. Ja, dat was best interessant, maar ook wel een beetje saai. De tweede vond ik leuker. Die ging over het maken van portretten. En de laatste vond ik het leukst. Dat was een cursus speciaal voor de smartphone. Want ja, die gebruik ik nu heel erg veel voor mijn hobby. Weet je het nou al? Ja, ja, bijna. De laatste vraag. En dan weet ik het zeker. Kun je het ook uitprinten? Ja, precies. De allermooiste laat ik afdrukken. En dan hang ik ze op. Jouw hobby is fotograferen. Fotograferen. Jij fotografeert. De fotograaf fotografeert. De fotografie. Dus jij maakt foto's, klopt dat? Ja, dat klopt. He, dat werd tijd, Helbien. Roep jij dan ook say cheese? Ja, of gewoon kaas. Ja, of money. Of lachen. Maak je ook wel eens een verjaardagskalender van je mooiste foto's en hang je die dan ook op de wc? Dan ben je een echte Nederlander. Ja, natuurlijk. Lekker Nederlands, hè? Maar vooral ook gezellig en handig. Ja, en echt typisch Nederlands. Ik vind het heel grappig. Kijk je naar de foto van oma als je op de wc zit? Welke foto heb jij bij de maand februari op jouw kalender? Even kijken. Een strandwandeling in Bloemendaal met mijn vriend. Oh, romantisch, zeg. Ja, nou, die Nederlandse mannen zijn niet zo romantisch, hoor. Oh, waarom niet dan? Dat vertel ik graag een andere keer. Dat is goed. En ik ben ook wel benieuwd naar wat onze luisteraars vinden van daten met Nederlanders. Het is sowieso nu natuurlijk lastig om te daten in de lockdown. We horen graag van jullie wat jullie datingverhalen zijn. Heb je grappige, leuke of juist vreselijke of romantische datingverhalen? Deel ze dan met ons via onze social media pagina's Praat Maar Raak de podcast. Ja, leuk. Ik ben benieuwd. Doen, doen, doen. We zijn nu alweer aangekomen aan het einde van onze tweede podcast. Ah, ja, jammer hè. Nou, nogmaals, we ontvangen graag jullie input en ideeën. Tot de volgende keer. Doei, doei. Doei, doei.